Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Marilisa en ik ga jullie weer meenemen door de boodschappen shoplog van deze week. Ik heb de boodschappen bij de Jumbo besteld en we hebben deze week niet heel erg veel nodig. En dat komt omdat we deze week wel mijn kinderen hebben, dus we hebben 2 kinderen en 2 volwassenen. Maar we gaan ook 2 avonden naar mijn moeder toe, 2 avonden, woensdag of donderdag. Ja, 2 avonden ga ik in ieder geval met de kinderen naar mijn moeder toe, terwijl Pascal thuis blijft. En ze gaan op vrijdagavond weer naar haar vader, dus van het weekend zijn we maar 2 volwassenen. En omdat ik de afgelopen paar weken best wel normaal boodschap heb gedaan, terwijl we maar met z'n tweeën waren, heb ik ook best nog wel een vriezer vol met avondmaaltijden die we even mogen kunnen opwarmen. Maar je gaat ze allemaal zien, ik ga het allemaal weer uitleggen wat we allemaal gaan eten. Vind je deze video zo leuk van deze video? Een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet bent. En dan gaan we beginnen met de video. Zoals je ziet is het niet heel erg veel, zeker niet het avondeetgedeelte. Dat komt omdat het vandaag maandagavond al is dat de boodschappen bezorgd zouden worden. Dus we hebben vandaag hamburgers op die nog in de vriezer lagen, aardappelschijfjes uit de vriezer, een pot witte bonen in tomatensaus en een blikje sperziebonen. En that's it. Morgen eten we waarschijnlijk de kip krokant schnitzels met broccoli en ook weer aardappels die nog in de vriezer zitten. Ik heb nog opbakaardappels, ik heb nog krieltjes, ik heb nog aardappelschijfjes. Dus dat kunnen we lekker oppeuzelen. Ik ben natuurlijk 2 avonden bij mijn moeder. Dus ik denk dat Pascal 2 keer macaroni, of in ieder geval voor 2 keer macaroni maakt. 1 gedeelte invriest en bijvoorbeeld een ander maaltje uit de vriezer haalt voor de tweede dag. En vrijdag eten we waarschijnlijk lasagne, vermoed ik zomaar. Dus dat zou zomaar kunnen. En dan eten we zaterdag altijd friet met snacks. En zondag is een beetje weer een winged dagje, kunnen we weer kijken. Ik heb nog zoveel in mijn vriezer liggen en ik heb nog zoveel potjes en dingetjes dat ik dacht. Ondertussen voelt het weer veilig om dat te doen. Dus wat dat precies gaat worden, zal ik wel onder in de beschrijving weer zetten. Dat jullie dat even kunnen terugkijken. Dan hebben we nog hashtag healthy life. Ik ga echt weer beginnen met tussen de middag salades maken met kip en komkommer en tomaatjes. Dus ik ga deze kip ga ik gewoon morgen allemaal even opbakken met kruiden eroverheen. En dan even in de pan. En dan doe ik het klein maken en per zakjes van 100 in mijn vriezer. Dan kan ik gewoon iedere ochtend een zakje eruit halen. En die kan ik dan 's middags als kipsalade eten. Kan ook eventueel met ei of met tonijn of wat dan ook. Maar het is weer nodig om eventjes de broekstream aan te halen. Of in ieder geval dat weer te kunnen doen. Dus daar gaan we weer mee beginnen. Voor op brood heb ik grillworst en boterhamworst. We hebben ook weer roomboter op de boterhammetjes. Hagelslag, want die was echt helemaal op. Jam van... dat vinden we tegenwoordig ook allemaal lekker. Dan hebben we nog brood voor die kinderen. Ik heb er nu maar 2, terwijl we echt helemaal leeg waren. Maar ik dacht dan, ik kom in ieder geval deze week vooruit. En volgende week maandag komen er weer nieuwe boodschappen. Komt het weer goed. Een groot blok kaas, want again, we eten echt een heel blok kaas in de week. Dan hebben we weer de Coca-Cola No Caffeine. 4 flessen en 4 flessen Crystal Clear. Altijd lekker. Het voor het wassen eigenlijk vooral. Speculoos, want dat is ook een nieuw dingetje wat we allemaal heel erg lekker vinden. Smoltjes, toch ook om in ieder geval een zakje mee te kunnen nemen als we gaan rijden naar mijn moeder. Morgen heb ik nog zwemles. Dat soort dingetjes, dus altijd handig om op voorraad te hebben. Deze zijn 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 6 blikken. Prinses tonijnstukken in water. Dit was bij elkaar uit mijn hoofd 11 euro nog wat. Maar dat betekent dat de verzendkosten vervielen. En die waren toch 7,95 euro voor mijn timeslot. Dus hier heb ik zeg maar 4 euro voor betaald. Dus zeg maar 75 cent per blikje in plaats van 2,40 euro of zo. Dus een goede deal geweest. Plus dat de boodschappen gratis waren. En we hebben ook nog taxi voor die kinderen. Ik vind het ook heel erg lekker om te drinken. En flesjes water mee, vooral voor Pascal naar zijn werk. Ik heb deze week maar 1 dienst. Dus ik zal het wel redden. En deze kregen we er gratis bij. Tenminste, dat denk ik. Want ik heb het geloof ik niet besteld. Maar cheddar plakjes. Jammer was wel dat Pascal vroeg bij de broodje hamburger. Van, goh, heb je nog cheddar kaas? Zeg ik, nee, ik dacht dat ik dat had gekocht. Maar ik zag het niet in de koelkast liggen. En nu komt het erin. Dus ik weet nog niet of het gratis was of niet. Maar sowieso bestel ik eigenlijk altijd gewoon die in een plastic zakje zitten. Dus I don't know. Anyway, we hadden het dus wel. Dat waren weer alle boodschapjes. Zoals je ziet viel het vandaag echt wel heel erg mee wat ik allemaal heb moeten kopen. Het is natuurlijk een combinatie met dat ik de afgelopen paar weken behoorlijk veel heb ingeslagen terwijl we met z'n tweeën waren. Met dat er nog best wel veel in mijn vriezer ligt en dat ik ondertussen ook wel ready ben om de voorraad weer een beetje los te laten. Dat ik denk, ja, we moeten gewoon daar wat van eten. Er ligt nog zoveel kip en hamburgers en
schnitzels en dingen in de vriezer. En dan trek een blikje open en een beetje aardappels. En dan is het ook goed, hè. Dus dat. Mocht je willen weten wat we precies allemaal weer gingen eten. En recepties heb ik niet echt deze week. Maar het staat altijd onder in de beschrijving. Mocht je het willen teruglezen. Vind je deze video zo leuk? Dan is je een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Want iedere vrijdag post ik dus een boodschappenshoplog. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En een heel fijn weekend wensen. Tot de volgende keer. Doei doei.